Ondertussen hebben wij Dirk Groot aan de telefoon. Dirk staat ook wel bekend als de Zwervinator en ruimt dagelijks zwerfafval op. En dat niet alleen. Hij registreert het en wijst het bedrijfsleven en de overheid op de impact. Dirk, kunt u ons wat vertellen over het probleem met zwerfafval? Hey, hoi, goedemiddag. Goedemiddag. Wat kan ik vertellen? We weten natuurlijk allemaal dat er veel zwerfafval is, dat het een troep is. En uiteindelijk, wat het grootste probleem is, dat het ook in de natuur terechtkomt. En daar heeft met name plastic heel kwalijke gevolgen. Dus dat is een belangrijke reden om het tegen te doen. Natuurlijk. Je zegt het al, er wordt veel geslingerd met plastic eigenlijk in de natuur. Wat voor consequenties heeft dat eigenlijk voor de natuur? Laat slingeren van het zwerfafval? Wat je direct al ziet is dat dieren bijvoorbeeld rivers maken. Dan kunnen ze overlijden. Het zijn ook dieren die het opeten door de manier waarop ze eten. Ze zien het aan voor voedsel. Kunnen ze uiteindelijk ziek van worden of zelfs aan sterven. En op termijn, dat plastic dat vergaat niet. Het breekt wel af in kleine stukjes. En dan komt het op allerlei manieren in de voedselketen terecht. En ook in ons eten uiteindelijk. En in plastic zitten andere stoffen die niet goed voor ons zijn. Dus als we maar doorgaan zoals we nu bezig zijn, dan over hoeveel jaar zit er zoveel plastic in ons eten dat het heel ongezond wordt. Ja, nee, begrijp ik. En hoe kunnen wij als de gewone mens eigenlijk dan het beste iets doen om tegen het zwerfafval te werken? Behalve dan in de prullenbak gooien natuurlijk. Ja, je zou wat kunnen opruimen. Maar goed, dat moet je maar leuk vinden. Ik vind dat leuk, maar iedereen heeft zijn eigen hobby's. Wat we kunnen doen is in elk geval met z'n allen proberen te zorgen dat er veel minder verpakkingen en zo komen. En met name ook dat er dan veel minder plastic in die verpakkingen zit. Want wat ik op straat vind, dat zijn met name verpakkingen en dan meestal nog van de dingen die we buiten eten en drinken. En dan kunnen we aan de bedrijven vragen wat we ook actief doen. En de bedrijven zelf hebben ook een grote verantwoordelijkheid. Zij gooien het misschien niet op straat. Er zijn trouwens meer redenen waarom het komt. Maar zij kunnen wel gewoon iets veranderen, zodat als het in de natuur komt, dat het daar niet schadelijk is door bijvoorbeeld plastic stoepwikkels van papier te maken. En ik heb ook nog wel. Ik heb ook nog wel een vraag. Want welke producten zijn nou echt gewoon een soort van plastic vervuilers? Waar zit het meeste plastic of onnodige plastic in? Ten eerste, de sigarettenfilter is natuurlijk in aantallen een hele grote. Die zijn gemaakt van plastic. Die kun je ook van katoen of zoiets maken. Daarnaast zijn het gewoon de verpakkingen van koek en snoep vooral. En plastic flesjes. Dus allemaal dingen die we buiten eten vooral. Dat is gewoon het grootste aandeel van het probleem. Oké. En dan gaat het natuurlijk, al die verpakkingen die zijn gemaakt om één keer te gebruiken. En daarna heb je er eigenlijk niks meer aan. Dus dan wil je er vanaf. Nou, als je netjes bent, doe je het in de prullenbak. Maar er zijn ook mensen die het niet doen. En die moeten we natuurlijk altijd proberen op te voeden. Maar als je terugkijkt in de geschiedenis, zie je dat het alle tijden is. Er is een heel mooi filmpje op YouTube te vinden over Amsterdam in 1961. Dat heet Amsterdam houdt de stad schoon. En dan zie je dat het toen ook al een troep was. En dat mensen toen ook al opruimden. En mensen netjes opvoeden is niet zo makkelijk. En dat moeten we wel blijven doen. Maar we moeten ook gewoon aan de bron werken. Dus zorgen dat we veel minder plastic hebben. Dat maar één keer onbruikbaar is geworden. En dus afval. Ja, want ik zit dat ene filmpje wat u zei, ben ik nu inderdaad aan het bekijken. En ja, je ziet eigenlijk alleen maar gewoon vuil op straat. Je ziet de Dam in Amsterdam natuurlijk wel zwart-wit beelden, want het is uit 1961. Maar je ziet echt alleen maar troep. Dus als ik het zo vergelijk met nu, vind ik het nu in ieder geval wel een soort van een groei in het aantal. Ja, als ik de geschiedenis in duik in de boeken, dan denk ik ook dat we eigenlijk gewoon netter zijn geworden. We zijn wel met veel meer mensen en we hebben veel meer afval natuurlijk. We consumeren veel meer, we zijn veel meer onderweg. En wat je in het filmpje, dan hoor je op een gegeven moment die mooie stem van Philip Bloemendaal van het Polygoonjournaal. En die vraagt van, is het nou zo nodig dat al dat papier op straat slingert? En in 1961 was het nauwelijks nog plastic. En daarna zijn we al die verpakkingen voor een heel groot deel door plastic gaan vervangen. En dat heeft heel veel voordelen, om de dingen vers te houden en zo. Dat heeft dus ook een keerzijde. En dat is dan dat het zo schadelijk is voor de natuur. Ja, precies, want inderdaad, ik kijk nu dat het filmpje een beetje af. En het is inderdaad wat u zegt, zo van, je ziet gewoon mensen even hun sigaretten, even allemaal zo, even een hoopje, in de, gewoon op straat eigenlijk, gewoon uit de auto gooien ze even zo een van wat troep. En ja, nu is dat wel echt zo'n soort van een beetje uit een boze. Dat doe je eigenlijk niet. Ja, en het mooie is ook, en dan zie je verderop in het filmpje iemand in de hondenpoep trappen. En dan loopt er vervolgens een vrouw met een po achter de
de hond aan. En dan zegt die stem, nou, je hoeft natuurlijk niet met een pauw achter de hond aan. En ondertussen lopen wel heel veel mensen met een plastic zakje achter een hond aan. Ja, ja, dat is wel waar. Die doen het dan in een zakje. En die komen dan ook weer niet allemaal in de prullenbak. Want vreemd genoeg vinden we ook weer plastic zakjes met rollen erin in de bosjes. Hebben de mensen het netjes voor de buren van straat gehaald. Dus zodra ze uit het zicht zijn, gooien ze het toch nog weer in de bosjes. En dan ben je eigenlijk nog thuis. Ja, daarom ja. Dus, dan schiet je eigenlijk niets mee op. Nee, dat is toch van de regen in de drup heet zoiets. Ja. Maar het is, je ziet wel van dat de mensen toch dat wel zijn gaan doen. Die hondenrol opruimen. Maar uiteindelijk, nou ja, het is niet perfect, laat ik het zo maar zeggen. Nee, maar dat kan wel, daar wordt dus wel aan gewerkt. Dirk, wij willen jullie u heel graag bedanken voor het interview. En we zullen allemaal een klein beetje meer letten op het zwerfafval. Ja, en let ook op wat je koopt. Kijk.